een andere taak voor jou. Andere taak? Zo, ja, die persoon is nu gepakt door de politie. Wat moet jij doen? Jij moet de persoon bevrijden. Ja, pak hem. Dan is je pak hem. Hey, pull up die hands up, handen op! Sorry. Wil je nog wat zeggen, neef? Ik hou van je, bro. Goeiedag, ja, boys. Kom even mee, bro. Is goed. Hey, je hebt mooie kleren, man. Dankjewel. Je mag je zo meteen ook aan. Oké, dan. Wie is het? Kom maar even aan de rechterkant van de tafel staan. Lange Rich. Ja. Vandaag hebben we iets nieuws voor jou. Vertel eens. Vandaag ga je huurmoordenaar voor ons spelen. Is goed, man. Eerst hebben wij iemand die jij moet pakken en naar mij toe moet brengen. Verder fixen wij dit met z'n allen. En later op de dag mag jij iemand voor ons dood gaan maken. Als je dat allebei goed doet, krijg jij een beloning van ons. Laten we zeggen dat je wel blij zou zijn met die beloning. Ja, toch? 100%. Dus ik ga die persoon zo meteen bellen. Dan ga ik tegen hem zeggen dat hij naar een plek mag komen. Dan ga jij daar naartoe. Je hebt zelf een wapen, toch? Ja, toch? Ja, als jij die gewoon gebruikt en meeneemt naar een plek, zeg zo meteen gelijk die locatie. Mag je daar naartoe komen, dan staan wij daar alvast klaar. En als je dat goed doet, dan krijg je later dus een nieuwe. Dat je iemand dood mag maken, maak je daar een foto van. Stuur dat naar mij en dan krijg je jouw beloning. Oké, mag ik iemand meenemen? Ja, je moet... Waar is Ruben? Ik ga mij alvast ready zetten dan, ja? Ja, toch? Hey, wil je dit oudje ook aan? Ja, tuurlijk, man. Okay. Ja, kom mee. Oh, hier, Lange Rich. Hey, wat? Je vroeg of ik wou komen. Ja, man. Hier is Ryan. Ruben. Ik heb je hulp nodig, man. Ik moet vandaag... Vandaag hebben ze me nodig als huurmoordenaar. En ik heb de ondersteuning bij nodig. Ik kan je altijd helpen. Ah, soldaat. Zit je trouwens in de gang? Ja, zeker. Hey, wat? Doe dan ook even die oudje aan. Waar is die? Die is binnen. Oké, ga naar fucken. Ja, ben zo terug. Ruben. Yo, kom, wacht op je. Hé, hey, luister dan, Ruben. Yo. Kom eens even uitstappen. Luister, ik heb een taakje voor jou, neef. Ja, toch? Is helemaal goed. Op het moment dat we daar komen, dan wil ik dat je hem eigenlijk afleidt. Dat je naar hem toe gaat en dat je zegt van, heb je misschien wat geld voor mij? Of heb je iets voor mij? Je weet toch? En dan kom ik in één keer pool op. Ja. Heb je wapen bij je? Ja. Oké, dit vind ik... Maar hij moet silence als er iets gebeurt, hè? Moet, papa! Ja, toch. We gaan even kijken, een beetje. We gaan die locatie lokaliseren. En dan gaan we een goede plekje voor jou neerzetten, stash voor jou daar. En dan ren je naar hem toe. Oh, op die manier. Ja, helemaal goed. Probeer gewoon een praatje met hem te maken. Vraag hem of hij een sigaretje voor je hebt of iets. Ga ik doen, man. En dan moet ik even een porto halen als je kan komen of zo, toch? Hou gewoon die porto in, maar je praat met hem. Hij denkt dan dat je prongelijk die porto inhoudt, snap je? Als ik dan kom, bijvoorbeeld van, hey, misschien kan hij me helpen. En dan kom ik en dan neem ik hem mee. Nee, ik snap je. Maar als je gek doet, dan schiet je hem gewoon beentjes. Gaan we dat doen, toch? Weet je die locatie al? Weet ik niet. Ik moet even horen van Shur. Ik heb Shur ook. Oh, hij is in gesprek. Ik denk dat hij aan het bellen is met die persoon, want hij zei nog dat de dingen moesten klaarstaan. Is goed, dan wachten we even. Ik word gebeld, bro. Yo! Yo, je had me gebeld. Ja, man. Oké, ik heb een andere taak voor jou. Andere taak? Zo, ja, die persoon is nu gepakt door de politie. Wat moet jij doen? Jij moet die persoon bevrijden. Oh, en waar zijn ze nu? Ik ga hem nu even weer bellen. Ik kom zo in die porto en dan leg ik het uit. Is goed? Oké, man. Saf. Ah, is goed. En als... Oh, ik heb op mijn patron opgehangen. Shit. Yo, sorry, man. Zeg je nog wat? Ik zei, ik ga nu voor je fixen waar hij is. Is goed. Laat me weten. Ah. Je toch? Plannen zijn gebezigd, man. Wat zijn de plannen dan? Hij is gepakt door de politie, dus ik moet hem eerst bevrijden. Nee, joh, we moeten gewoon... maar weet je door wat hij wordt getransporteerd? Ik weet het. Lange Rich. Yo. 533 is hij nu, wordt hij gepakt door de politie. Als je nu fixen, ben je precies goed. Oh, let's go, kom. Oké, we gaan nu. Hey, Ruben. Yo. Wil je parfum? Parfum? Ik heb in de kast parfum liggen. Oh, ja, is goed. Hey, kom op, man. Vroeger gebruikte ik die Action parfum, nu mag je deze gebruiken. Is goed, bro. Dankjewel. Soldaat. Kun je ook een beetje op mij spuiten? Bro. Ik zou... Het klinkt zo verkeerd, hè? Dat klinkt. Ja, van waar dat ik moet helpen dan? Ik wil gewoon jou erbij hebben, man, Ruben. Ja, toch, soldaat. Ik wil jou gewoon erbij hebben. Goed om te horen. Ik denk, hebben we genoeg? Ik heb genoeg tank. Ah, ik denk dat we sowieso te laat zijn, maar ik hoop dat we nog op tijd zijn. Ja, het beste wel, man. En als je geen tank hebt, moet je gewoon wel tanken, maar dat duurt niet heel lang. Oeh, kan ik daar zitten? Hallo, meneer. Ze gaan naar die locatie. I know, maar dat is veel man. Ik ben alleen net met mijn vrij naar Lucio te gaan, man. We zien alleen iemand op een motor, bij 533. Hij zit in de auto. Politieauto bedoel je? Hij wordt achtervolgd. A6. A6, oké, dankjewel. Hij zit in deze hier, die de motor achtervolgt. Maar ik denk toch wel dat het die motor is, hoor, als ik het... Hij zegt A6 volkswacht. Kijk, hij wordt gepakt. Hij wordt gepakt. Nee, hij zit in een waggie. In die Amarok. Hallo. Hij is het. Hij moet we hebben. Hoe de fuck ga ik hem krijgen? Meneer? Meneer, mogen we wat vragen? Zie je die politie dat? Nee, ja, meer inderdaad. Kut zo, hè. Kijk, als ik hem hands heb, je weet toch, dan kan ik vluchten daarna. Ja, klopt, maar we hebben die geen achterin nodig. Ja, is goed. Oh, ik zie dat. Ik zie. Dat is politieagent. Meneer? Meneer? Hallo?
Hallo meneer? Anders handsup ik die man en dan verplicht ik hem die dingen mee te nemen. Kunnen we die politieagent handsuppen om te zeggen dat hij zegt waar hij is? Ja, pak hem, pak hem. Ja, pak hem, pak hem, pak hem, pak hem. Dan ga je pak hem. Hey, pull up die hands up, hands up, hands up, handen, handen. Er zijn meer op wapens op jou. Handen, handen, neef. Hey, stap in die zwarte auto. Stap in die zwarte auto en pak zijn noodknop af. Pak zijn noodknop af, boy. Pak zijn noodknop af. Hey, kom met die G-Wagon. Wie rijdt toch met die G-Wagon? Blijf stilstaan. Stap in. Hey, luister. Okay. Ga hem vertellen dat hij diegene moet meenemen met ons. Kom, Ennis, door. Heel klasse dit, man. Dit ging goed. Hey, meneer de politieagent, hoor je mij? Je had net iemand in je auto. In je Amarok. Waar is die persoon? Weet ik niet. Hoe weet je niet? Ik weet het. Discopra, volg mij. Ik denk dat deze man niet weet met wie hij fokt, neef. Denk het ook niet, man. Sure, locatie. Heb je zijn wapen afgepakt? Meneer de agent, is niks tegen jou verder, ja? De persoon die ik heb aangehouden, toch? Waar is die man? Dat weet ik niet. Kijk, ik viel op de grond, toch? En toen ging ik uitstappen, toen ik buiten was, ging ik hem naar zoeken. Dus je bent op zoek naar die Amarok van jou? Ja. Oké, dan gaan we die zoeken, toch? Hij zit daarin vast, toch? Ja, hij is erin geboeid. Hey, ik vind wel dat je een beetje biggie doet voor een politieagent. Dat is niet jouw werk, ja, toch? Kijk, wat ik alleen weet is, hij ging zo roekeloos wegdrukken en zo. Ik wou hem stand houden, hij ging wegrijden. Hij deed niet het lang, hij deed dat zo. Ik vond hem komen, daarna hij wordt wakker, hij valt dood, hij praat weer. Oké, okay, mama, wat weet je van hem? Helemaal niks, ik weet zijn naam niet. Je weet zijn naam niet? Nee. Oké, daar gaat het om. Je weet 100% zeker, hè? Ja, holla. Holla, holla, nog een keer. Holla. Oké, okay. Ik wil hem langs me hebben. Kom. Wil je dat ik je wat uitleg tijdens deze rit? Dat je moet oppassen met je woorden als een politieagent, wist je dat? Wat heb ik gezegd dan? Ik zeg gewoon dat je moet oppassen. Je doet best goed voor een politieagent, daarom. Ik heb helemaal niks gezegd. Merk je niet dat je een beetje groot praat? Nee, man. Ik heb gefixt dat die boy gaat met zijn eigen walkie pakken. Kom zo ergens naartoe. Oké, okay, is goed. Ik ga jou een goede loka geven waar niemand komt, dan kan je hem klemmen en afbrengen. Oké, okay, maar wat kan ik nou met deze agent doen dan? Gewoon zo ver mogelijk droppen. Zo, is goed. Luister even, ik ga je ergens droppen. Ja. Maar ik verwacht van je dat je gewoon wegloopt van deze problemen, ja? Ja. Wille, stap uit. Handik, ja, hè? Ja, ja. Geen gekke dingen of iets, hè? Kijk, ik heb je ook losgelaten, hè? Ja, toch? Zo. Oh, als die man iets verkeerd doet, hè? Oh. We gaan sure even bellen. Yo. Ik ga fixen dat die boy naar 939 komt bij die garage. Als hij daar is, bel ik jou en dan zeg ik dat je daar naarheen moet komen en kan je daar klemmen. Is goed. Oké, staf is goed. Kom zo weer in die poort, 2 seconden. Wille. Ruben, doe je vest uit. Lange rich. Ik drop jou ergens. Mijn kleren zijn uit. Maar hij staat hier, dus goed. Mijn kleren zijn uit, dus komt goed. Zou ik vanaf hier rennen? Zet mijn licht uit, hoor. Hij is bij de garage. Ja, bij die container. Rij naar die container. Ik ben even stiekem aan het kijken. Ja, ik zie een auto daar, neef. Ga via binnendoor. Dan moet je gewoon zeggen, woeio, dat is mijn mattie of zo, of iets. Ja, is goed, ga ik doen. Zorg ervoor dat je ook in de porto een beetje praat en dan weet ik dat je praat met hem. Ja, ik doe gewoon mijn portheid ingedrukt. Heb je, man, sorry. Heb je alsjeblieft een sigaretje voor me? Doe niet aan die dingen, man. Heb je een beetje geld? Waarom niet? Hé, hey, waar Ruben? Ik niks. Ruben! Yo, lange Rich. Hoe is hij dan? Hoe kom ik jou hier tegen? Ja, je komt mij hier tegen omdat deze man zijn fucking handen in de lucht moet gaan doen, Niffo. Waarom? Doe je handen in de lucht, Niffo. Ik ga je vertellen dadelijk waarom, ja? Handen in de lucht. Ik ga je vieren van 5. Fouilleren die mannetje even. Ik heb geen portofoon. Luister, hey, ik stap eerst in en dan wil ik dat je vervolgens gelijk instapt, ja? Ja, ja, kom. We hebben hem. We zijn nu op locatie. Wille, stap uit. Ja, goed. Loop naar die mensen daar. Yo man, dames en heren, special elite. Yo man, okay, kom maar verder. Ik voel me een beetje gevoelig als je de wapen zorgt op mijn recht, man. Kan je even je mond houden? Wat zei je nou? Ik krijg wat ik wil. Yes, kom maar voor me staan, bro. Goedenavond. Goedenavond. Hoe is het gaan met hem? Heeft hij zich gedragen? Ah, hij heeft zich wel gedragen. Oude bro, je weet zelf ook voor wat je hier bent, toch? Mm-hmm. We hebben jou eerder een kans gegeven toen je naar Amber gaan. Oude, ik geef jou deze keer weer een kans. Mm-hmm. Als je dit verpest, krijgt iedereen die om je staat, die schieten allemaal kogel door jou. Ja, ik heb het gezien. Het zijn die echte mannen werk, snap je? Ja, ik zie het. Je gaat nu grinden, voordat je crazy grinden, porto zitten en zo. Ja, dat is. Als je zo blijft doen, dan krijg je ook gelijk een promotie van mij. Wat is dat? Stel voor ik hoor iets slecht over jou. Zie deze persoon hier zo, hij heeft jou kunnen pakken, hij heeft jou ook kunnen... Ah, ik zie het. Lange rit, aangenaam. Gedraag je wel, man. Ja, dat is ook. Aangenaam, man. Semtex. Ga maar een porto 900. Ja, dat is ook. Hey, patron, ben ik klaar? Ja, man. Is goed, man. Ik ga er vandoor, ja? Straks krijg je nog iets van me, is goed. Is goed, man. Laat maar weten, ja? Ah, is goed. Kom. Ga je terug aan me, hè? Handjes, Niffel. Aardig, stappen. Wat ben je aan het doen? Laat hem meekomen. Wat ben je aan het doen? Lange Rich, pak die mee. Nee, hier meekomen. Meekomen jij, vriend. Hey, rij naar pier onder de brug. Hey, broski. Yo. Wat is je naam, neef? Ryan. Kom. Wat kwam je doen? Zag je veel auto's staan? Ja. Is dat dan normaal om deuren te blokkeren? Oh, ik wou alleen mijn auto daar neerzetten, maar ik was toen ook weggegaan en dacht dat ik de deur blokkeerde. Ah, dat leek niet op parkeren, man. Hoe lang ben je al in de stad? 5 dagen. Oh, dan moet je wel weten dat die 5 dagen heel snel voorbij gaan voor jou vandaag. Is toch niet chill, hè? Nee. Kom even mee. Heb je nog iets te zeggen? Nee. Waarom niet? Ja,
weet ik niet. Ik heb toch niks in de stad. Heb je niks in de stad? Nee. Oh, dan heb je er ook niks aan om hier te zijn. Let's go, man, boys. Lekker, man. Hey, wat, boys? Sure. Wat gaan we doen dan? Ik zeg je eerlijk, ik ben echt trots op jou, man. Ja? Ik vind dat je het netjes hebt gedaan, je bent niet shaky en zo. Oké dan. Nee, toch. Maar we moeten wel, je weet toch, ik wil wel van de zeker gaan. Ik wil niet met die risico's gaan en zo. Net bij de politie bijvoorbeeld, ja, ik kon wel daar roeien naar gooien en al, maar ja, dan moest ik weer die hostage, dit en dat, kon ik in de benen geraakt worden, RSS. Nee, man. Daarom wilde je ook jouw backlar allemaal met waar, shoot die AK's. Ja, daarom. Buiten stonden mensen ook nog, maar die boys ook, die worden aangenomen, is ook blij wat je hebt gedaan, dus ik ben ook blij met jou. Bro, je moest wel eerder tegen me zeggen dat je hem wou aannemen, man, want ik wou hem bijna echt door zijn kop schieten. Bijna. Wat gaan we nou doen dan? Ja, ik zat te denken, als we nu nog snel jullie die shit fixen, want je hebt één iemand, hij moet didden. Als ik dat nou even snel jullie fix... Ik ga dan even met Sherwin spreken wie dood moet, dan sturen wij jou zo'n berichtje. Dat is goed, man. Ik ga dan even nu naar... even iets met Ruben doen. Hiernaast is de echte bos, Jaan, hè? Fijn om kennis te maken met Johnny. Doet het wel goed, man. Soldaat, dankjewel, man. Ciao. Rust, boys. Ja, man, bel mij. Oh, ik word gebeld. Wacht. Yo. Yo, lange Rich. Ja. Wij hebben gevonden wie dood moet. Laten we zeggen, die persoon is nu even snel bij Lootrops waarschijnlijk. Maar zo meteen is hij er weer. Dan zeg ik tegen hem dat hij naar ganghuis kan komen. Wat doe jij dan? Jij komt met jouw wapen hier naartoe. Onderkoffer outfit. Dan gaan we met hem naar de wc's. En dan doe jij je ding. Want je hebt een suppressor op je wapen, toch? Ja, man. Oh, dan is het gewoon één kogel en dan... Save. Ik laat je weten wanneer je moet komen dan. Wel, maar ik ga me omkleden. Je toch. En doe we... Ik hang te snel op, ik weet. Gisteren, ik zei van je moet een gevaarlijk outfit aan doen, iets engs of zo. Ga ik nu doen, jelle. Ah, ja, 100. Zo. Oké, man, we gaan even outfit changen. Eerlijk, deze outfit is boos, hè? Ja, dat is een goeie, man. Yo, ik ben met lange Rich. Ja, man. Ga je nu een trui hebben en een zak geven als je hem hebt? Kun je hem vastbinden en een zak over zijn hoofd doen? Uit. Heb je al een nieuwe missie gekregen van Jaan? Ja, man. Ze hebben iemand die je dood moet, man. Ah, ja, toch? Yo, lange Rich. Hey, was je? Yo, die persoon is hier nu, dus als je komt. Oké, Save is goed. Ai, zeg maar als je bent en kom op terrein, daar breng ik jou naar hem toe. Save. Ai, 100. Dit is een persoon met zwart t-shirt, zwarte dreadlocks. Luister, hij staat daar achter, hij staat bij die Subaru. Hij komt niet aan. Hij staat daar, Moet ik hem gewoon handsuppen? Lange Rich? Ja, pak hem gewoon. Even doe je handen omhoog. Wat is er? Gewoon je handen omhoog doen, Nif. Ik ben akker. Dat maakt niet uit. Allee, stap even in die auto, kom. Stap in. Lange Rich, pint er vast. Ja, ga ik nou doen, wacht. Even, dit is gang erin, daarom. Stap eens uit. Ik kom jou ophalen. Kom eens mee, kom eens hier staan. Even iedereen uit de buurt. Hey, ja, kom ophalen dan. Waar ben je? Bij gang erin? Ik ben bij gang erin. Sure, wat heeft die man gedaan? Ja, hij is niet actief in onze gang, hij doet niks meer, dus. Stap uit. Zet hem maar bij deze groene stukje. Dit is zak weg. Ja, weet ik, wacht even. Weet je waarom dit gebeurt? Waarom? En wat dit gebeurt er met gangmembers die niet actief zijn, man. Okay, snap je dat? Ja, we hebben geen zin in saaie medewerkers. We hebben mensen die actief zijn en ik hoor iedereen wat je ons slaan omdat je inactief bent, bro. Okay. Uiteindelijk is Jaan en Ko zijn net op besluit gekomen om jou eruit te halen. Dus sorry, man. Wil je nog wat zeggen, neef? Nee, bro. Kou van je, bro. Wille, tijd om eiland te veroveren.